Tashkent is de hoofdstad en de meest bevolkte stad van Oezbekistan, met 2,5 miljoen inwoners. Zoals veel steden in de regio, werd Tashkent aan het begin van de 13e eeuw door Genghis Khan verwoest. En zoals altijd stijgen steden uit hun assen en werd Tashkent een belangrijk punt op de zijderoute. Als de stad zo'n resoluut Sovjet-karakter vertoont, bars met verouderde gebouwen, grote en imposante monumenten, brede lanen, komt dat omdat ze grotendeels werd herbouwd na de aardbeving in 1966 die de stad verwoestte. Tashkent werd daarna de vierde grootste stad van de USSR, na Moskou, Leningrad en Kiev. Thank you.
Oh.